toen ik 12 was, wilde ik al cameraman worden. En toen had ik al een videocamera. Toen filmde ik alles wat in Oud-Beijerland los en vast zat. En daarvan woonde geloof ik een huisgezin met 9 kinderen. En daar viel een bom op. Zal ik zo gebeuren? Ja, sowieso. De manege lijkt me echt heel erg leuk. En nou ja, ook de kinderboerderij. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is onrustig binnen de Rotterdamse Essalah-moskee. Alle vaste medewerkers, waaronder adjunct-directeur Jacob van der Blom, zijn niet meer in dienst bij de moskee. Imam Azzaddin Karat blijft in ieder geval nog een maand in functie. De overkoepelende Arabische stichting, die de moskee tot nu toe voor een groot deel heeft gefinancierd, trekt zich terug. De moskee zelf erkent dat er problemen zijn, maar wil zondag eerst de bezoekers informeren over de precieze stand van zaken. Dat was het. Bedankt. Was er zoveel ruimte over in het depot? We hebben 1900 meter om te verhuren. Dat zijn 7 compartimenten. En daarvan willen we in ieder geval zo'n 80% gaan verhuren. En dit is het eerste contract dat we op deze manier tekenen. Maar op dit moment is van dat totaal is 40% verhuurd. Zitten daar nog bijzonderheden tussen, pareltjes, dat je denkt, ja, heel fijn dat we die nu hebben? Ja, er zitten een aantal mensen bij die uit het buitenland komen. Dus iemand als Thomas Demand, dus een grote kunstenaar uit Duitsland, die wij een paar jaar geleden ook in het Boijmans hadden, waar we ook werken van bezitten. Maar ook een werk van Marlène Dumas, maar ook van Jan Schoonhoven en ook van Karel Visser. Misschien een nieuwe trend voor meer bedrijven om hun kunstcollectie ook aan het grote publiek kenbaar te maken. Ik denk eerlijk gezegd dat het depot Boijmans voor de wereld een unicum is. Want heel veel musea hebben natuurlijk geweldige depots, maar zitten vaak in kelders bijna niet toegankelijk voor het publiek, net zoals Boijmans zelf. En ik denk dat het een eye-opener zou zijn voor vele andere musea in de wereld om op die manier opslaan van kunstwerken te combineren met een vorm van tentoonstelling. We worden klant van het museum en aan de andere kant krijgen wij daar een stukje publiciteit voor terug. En dat is de win-win. Voor welke duur? Ik weet nooit, dan moet ik toch even kijken. 5 jaar, ik dacht 3 jaar, maar het is 5 jaar. De Unilever, nu KPN, wat staat er nog op uw lijstje? Binnenkort zal ik een andere vis bekendmaken. Het wordt geen grote vis, maar wel eentje die heel erg past bij het maritieme karakter van de stad Rotterdam. Dus dan moet u nog even geduld hebben. Stralende zon, stromende regen, lentebries of winterkou. Uit of spangen, we zijn met velen. Schorre kelen, schreeuwen trouw. Tussen houvast en horror, bikkelen, strijden. Op mindere dagen, op betere tijden. Hopende harten zingen van trots. Hier en daar in tijd of plaats. Van adem het langst tot eind het kortst. Bovenaan of nummer laatst. Van verdriet tot volharding, wanhoop of wonder. We kunnen niet met soms, maar zeker nooit zonder. Hoofd rekenen, handen wrijven. Gif is bitter, punten zoet. Knarsen tanden en nagelbijten, dadendrang en heldenmoed. Dit rood-wit ons alles, erop en erover. We verzoeken de goden, vreten de zoden. Sparta, met alles wat we hebben. We houden van en bouwen door. Op 130 jaar en verder. Glorie achter ons en voor. Het park 1943 in Rotterdam-Delfshaven. Hier is het monument Het Vergeten Bombardement. De omgevallen getallen vormen samen de datum waarop 75 jaar geleden de bommen vielen. 31 maart 1943. Wim Bruning maakt het als 10-jarig jongetje mee. En wij wonen dus ongeveer te hoogste naast die school daar. Ja. Naast school ging ik altijd naar mijn opa. Die woonde in de Mantenissenstraat. En daar was ik op dat moment. Zonder na te denken ben ik naar huis gegaan. Dus de Mantenissenweg overgestoken. Op de hoek van de Willem-Beukenshoenstraat, daar was een groenteboer. En toen dacht ik van, zal ik hier naar binnen gaan? Want ja, je hoorde natuurlijk die bommen vallen. En wat natuurlijk erg angstig was. Maar ik woonde ongeveer 50, 60 meter verder. Ik dacht, nou, ik kan beter doorlopen naar huis toe. Dus ik ben doorgelopen naar huis. En wat gebeurt er? Er staat daar een gebouw, dat was toen een huis en dat was precies recht tegenover onze achterkamer, zal ik maar zeggen. En daarvan woonde geloof ik een huisgezin met 9 kinderen en daar viel een bom op. Zal ik zo gebeuren? 326 mensen komen om, honderden mensen raken gewond. Door de bommen en door de brand die uitbreekt worden duizenden bewoners dakloos. Het huis stond al in brand toen wij nog bezig waren om spul eruit te halen. Maar ja, speelgoed heb ik, kan heel mooi speelgoed.
Daar is nooit wat van meegenomen. Wim Bruning en zijn ouders krijgen een huis toegewezen in Vreewijk. Daar brengen ze de rest van de oorlogsjaren door. En dan gaat hij als kind nog vaak terug naar West om zijn vriendjes en zijn opa op te zoeken. Nu komt hij er zelden meer. Zaterdag is het precies 75 jaar geleden. Wordt er dus ook weer een herdenking georganiseerd. Bent u daarbij? Ja, ik kom natuurlijk om kijken. Ik bedoel, dat doet me wel wat. Op het Schouwburgplein in Rotterdam zijn levensgrote borden geplaatst van moslims in hipsterkleding en van hipsters in kleding die moslims normaal dragen. De organisatie achter de foto's wil een discussie losmaken over identiteit en samenleven. Vanavond vindt in de Schouwburg een debat plaats. Een deel van de foto's was eerder al te zien in de Rotterdamse wijk Middelland. Dit keer zijn ook foto's te zien die eerder alleen in Amsterdam, Brussel of Antwerpen te zien waren. Geen Robin van Persie en waarschijnlijk ook geen Nicolai Jurgensen bij Feyenoord. Dat speelt tegen Excelsior dit weekend. Jurgensen heeft een lichte heupblessure en van Persie heeft nog steeds last van zijn kuit, waarmee hij ook uitviel tegen PEC Zwolle. Het is een aderlating voor de trainer van Feyenoord. Je had gehoopt dat van Persie inmiddels weer fit zou zijn. Hij is uitgevallen tegen PEC. We hebben natuurlijk niet een hele goede voorbereiding op die week gehad. Maar uiteindelijk is het wel erger dan ik eigenlijk verwacht had na de wedstrijd. Maar uiteindelijk geldt dat voor alle spelers, dus ook voor Robin, dat hij natuurlijk wel fit moet zijn. En dat is hij op dit moment niet genoeg om zondag te kunnen spelen. Bij Excelsior keert Mike van Duinen juist terug van een schorsing. De selectie staat er dus goed op. En het gaat in uitduels sowieso goed met de Kralingers. Omdat je naar Feyenoord gaat, is de eerste gedachte van mensen buiten de club. Die zeggen van ja, je doet het uit goed, dus misschien zit er wat in. Ja, zo werkt het niet. Ik bedoel, Feyenoord heeft pieken en dalen gehad. Die werken nu toe naar het einde van het seizoen. Die willen op een goede positie eindigen in de competitie. En die werken nog naar die bekerwedstrijd toe, naar die finale. Dus ja, die zitten weer in de lift, die hebben de swing weer. Dus dat wordt voor ons natuurlijk weer een hele mooie uitdaging, omdat Feyenoord natuurlijk gewoon een goede ploeg heeft. De derby Feyenoord Excelsior is zondag vanaf 16:45 live te volgen op Radio Rijnmond. En tussen 3 en 4 blikken we op tv vooruit. Ja. En actie. We zijn bezig met de speelfilm Vals, die einde van dit jaar in de bioscoop komt te draaien. En vandaag draaien we een gecompliceerde scène in een auto. En zoals je ziet is het allemaal nep, maar wij proberen het er zo echt mogelijk uit te laten zien. Ik heb dit beroep altijd als kind al willen uitoefenen. En ik ben ongelooflijk blij dat het gelukt is. En dat ik mijn droom mag leven. Dat vind ik echt fantastisch. Echt een jongensdroom? Het is echt een jongensdroom, ja. Toen ik 12 was, wilde ik al cameraman worden. En toen had ik al een videocamera. Toen filmde ik alles wat in Oud-Beijerland los en vast zat. Alle bruiloften, alle partijen, alle evenementen. Alles heb ik gefilmd in de Hoekse Waard. Een jaar of 2 geleden ben ik begonnen met het najagen van een internationale carrière. En ik heb een werkvergunning in Amerika en een agent in Amerika. En op die manier probeer ik een voet tussen de deur te krijgen in de Amerikaanse filmmarkt. Background, action! Ik heb daar tot nu toe 1 Amerikaanse film gedaan voor Universal Studios, wat ik echt fantastisch vond. En ik heb een serie mogen doen voor Netflix. En in 2018, de rest van 2018, ga ik ook nog een andere Engelstalige serie doen. Dus ik ben erg blij dat dat nu ook van de grond komt. Ik ben altijd wel ambitieus geweest en ik vind het ongelooflijk leuk om te kijken of ik het internationaal ook aan kan. Ik ben van mezelf best wel een vriendelijk persoon, maar met aardig zijn kom je nergens. Dus ik vind het heel erg leuk om te kijken of ik het ook in me heb, hoe ver ik kan komen op internationaal gebied. Soms is het lastig, ik ben inderdaad maanden van huis achter elkaar en ik hoor vaak op hele korte termijn dat ik zo lang weg ben. Dus je moet een netwerk om je heen hebben van mensen die daar tegen kunnen. Dus mijn vrienden zijn het inmiddels al gewend. Een relatie, dat is me tot op heden nog niet gelukt. Maar we blijven proberen. En mijn familie die reist me achterna en mijn vrienden soms ook. Dus erg leuk.
Romy moet zich iets meer laten zien. Ik heb met zeer veel plezier in Hoekse Waard gewoond. En mijn ouders wonen er nog steeds, dus ik ben er zeer vaak. En mijn broer woont er ook. Dus, en mijn tandarts zit er en mijn huisarts. Dus, het voelt nog wel eens als thuis. Het voelt nog absoluut als thuis, ja. Sowieso. We hebben ze gestopt. De avonturenboerderij in Molenwaard opent vandaag voor het eerst haar deuren voor bezoekers. Kinderen kunnen hier spelenderwijs hun boerderijdiploma halen. We zijn op de avonturenboerderij vandaag voor het eerst open. En kinderen kunnen hier hun boerderijdiploma gaan halen. Ze kunnen koemelken, kaas maken, in bootjes varen, ponyrijden. Een geweldige omgeving, een echte boerderijomgeving. Mooie dag, zo eerste dag voor de opening hebben we een hele mooie drukke dag. Zeker, ja. Ik heb een koe gezien en een geit en kippen. En een echte bijen in de bijenkast. Ik heb bij de paarden gekeken en ik heb ze geaaid. Ik ben bij de mevrouw geweest waar het al helemaal over wol ging. Daar heb ik ook nog wat van geleerd. Nou, ik ben net bij de kano daar geweest. En ik ben naar de show geweest. Ja, sowieso de manege lijkt me echt heel erg leuk. En nou ja, ook de kinderboerderij, dus ik heb er heel veel zin in. De kinderen hebben paard gereden, we hebben lekker even ergens gegeten en gedronken. Speeltuin, dus ja, er is genoeg te doen in ieder geval hier. Dat is een hele grote droom die is uitgekomen. Ik wilde heel lang al een eigen park. Ons andere bedrijf produceert theater, televisie. Maar een park ontbrak nog en daar hebben we nu een basis van gelegd. 6,5 hectare speelplezier en we gaan kijken waar het naartoe uitgroeit.